ook op mijn YouTube kanaal. En voor de mensen die nieuw zijn, ik kweek peperplanten, voornamelijk op hydroponics, zoals die drie daar. En ik heb ook een aantal gewoon Dutch buckets waar potgrond in zit. En ik dacht, doe een kleine update over deze planten, aangezien dat er nog wel behoorlijk wat groei in zit. Ook ga ik vandaag het hebben over digitale pH-meters en hoe je de waarde kunt controleren of de voedingsstoffen nog goed zijn in een pot. Dus zoals deze of die. Want daar heb je een TDS-3-meter nodig voor, of een EC-meter, PPM-meter, whatever. Maar je hebt verschillende methodes ervoor. Ik gebruik de TDS-3-meter. Je kunt er gewoon eentje van AliExpress kopen. Ze kosten maar een aantal euro. Zolang je dezelfde meter gebruikt, maakt het helemaal niks uit. Als je bij pH-meters gaat kijken, dan zou ik wel aanraden om een fatsoenlijke te kopen. Vooral eentje die beter van kwaliteit is dan AliExpress. Maar we zullen beginnen met de plant die het meest hier in de hoek staat. Dat is de Trinidad Moruga Scorpion Chocolade. Deze heb ik laatst getopt, alle grote bladeren weggehaald. Ik weet niet of ik er nog een foto van heb, anders zou ik deze nou hier even plaatsen. Maar zoals jullie zien, de plant is volledig hersteld. Of niet volledig hersteld, hij is terug in het komen. Dus hij is nieuwe jonge scheuten aan het maken. Ik geef hem niet te veel water. Ik geef hem ook geen water van boven. Al het vocht wat je hier ziet is gewoon omdat de plant niet snel genoeg op kan nemen. Dus dan komt de vocht ook naar boven. Ik ben een aantal dagen eigenlijk uit de tent geweest. Sowieso omdat ik een verjaardag voor mezelf heb moeten vieren. Dan heb ik niet te veel tijd gehad om de plant te zorgen. Dus dan is het wel ideaal als je emmers af wil met water en de plant kan het gewoon opnemen. Hiernaast hebben wij een Chinese vijver. En zoals jullie zien, deze heeft allemaal prachtige bloemen gemaakt. En er zijn zelfs bloemen die volledig open zijn, zoals deze hier. Ik heb hem eigenlijk helemaal opgeknept. En hij is getopt geweest, zoals jullie kunnen zien daar. Hier heb ik de top verwijderd. En dit is allemaal herstel. Dus zoals hier in de emmer zit, zit al volledig herstel. En hij is nou, wat zal het zijn, één handje hoog en hij begint snel bloemen te produceren. En hij zit helemaal vol met knopjes, want overal waar je kijkt zitten wel knopjes. Dus dit kleine plantje zou 20, 25 vruchten kunnen geven, als het niet meer is. Maar dit is een Chinese 5 caller, en zo schrijf je dat. Niet met een 5, wat de meeste doen, maar gewoon 5 zoals je dat schrijft. Want ik kreeg de laatste commentaar over. Ik weet ook niet waarom. Maar zoals je ziet, de bloemen zijn paars. En ze zijn er nog wel heel erg blij mee. Of de meeste mensen zijn er heel erg blij mee, omdat het een andere kleur is. En de vruchten gaan ook door 5 fases heen. Paars, dan krijg je een groenige, melkige kleur. Dan krijg je een crème kleur. Dan krijg je oranje en dan krijg je rood. En dat zijn volgens mij de kleuren van een Chinese 5 core. Maar de meeste mensen slaan de kleur van het blad en de kleur van de bloem over. Dus ik dacht later een keertje zien. Oké, deze plant is de Trinidad Scorpion Red. Ik zal deze zo zetten, dan kun je het beter zien. Deze heb ik laatst aan getopt. Dat heb ik nog volgens mij op camera gedaan. Ik weet alleen niet of ik het filmpje ooit heb geüpload. Zo niet, dan echt wel. Maar ik had vruchten afgeschermd voor kruisbestuiving. En ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar zoals jullie zien, dat is een vruchtenontwikkeling hier. Die is volledig ontwikkeld. En dat is mijn Scorpion Red, of mijn Trinidad Scorpion Red. Ik haal trouwens altijd even de zakjes eraf. En deze kan nou volledig ontwikkelen. Ik ga binnenkort wel even een tag omheen doen, dat ik zeker weet, want er hangt hier nog wel wat andere. Maar dat ik in ieder geval weet dat deze geïsoleerd is geweest door een zakje. Maar zoals jullie zien, gewoon een ziplock over een bloemetje heen doen en keertjes tikken, scheur het met de plant en je hebt gewoon binnen een aantal weken vruchten. Want deze plant is niet groter dan mijn hand. En soms wil je heel snel vruchten hebben om te controleren of het wel de plant is die je hebt gekocht.
Zeker als je bij een onbetrouwbare bron vrucht hebt gekocht of zaden hebt gekocht, is dit de ideale methode. Want deze plant is misschien 2 maanden oud. Nee, dan lieg ik. Deze is sinds ik de groep heb oud, dus dat is ongeveer 3 maanden oud. Dus ik heb vruchtproductie gehalveerd met ja, 50%. Ja, normaal gesproken duurt het 6 maanden voordat je vruchten hebt. Maar met hydroponics gaat dat sowieso een stuk sneller. Maar zoals jullie zien, hij begint een vruchtje te ontwikkelen. Gewoon de ziplock eroverheen. Ik hou nu nog even tijdelijk de ziplock eroverheen. Gewoon voor mezelf. Dat ik in ieder geval weet dat deze een geïsoleerde vrucht is. Zijn 5 rollen afstaan. Dan hebben we het over chocolate boula. Of boula chocola. Ja, het blad is compleet anders dan dit. Hè. Dit is gewoon. Ja. Dit is mijn hand. Ik weet niet of ik het goed kan zeggen. Dit is mijn hand en dat is een blad. En als ik het zo doe, mijn hand verdwijnt gewoon onder het blad. Dus dat is echt gigantisch waar. Als ik het naast. Dit is een blaadje van Charlie 5 Gold. Dit is een blad van Boula. Ook deze doet het ontzettend goed. Ook op de hydrovoeding. Maar ik zie dat er een beetje een bladprobleem begint te ontwikkelen. Dus ik zal even de voeding controleren. En waarschijnlijk ligt het daar aan. Maar omdat ik er al vroeg bij ben, zal het waarschijnlijk snel opgelost zijn. Dit is mijn 7-pot bubblegum trouwens. Deze. En die gaan we dus controleren. Zodat alles wat in ieder geval klopt. Dus daar gaan we ook de ppm-waardes mee doen. We gaan er een pH-test mee gaan doen. Of volledige pH-test doen. Met mijn digitale meters. Ook ga ik daar een beetje uitleg over geven. Dus ik zal even de spulletjes pakken. Dus. Zoals jullie zien, de pot zit er nog los in. Ik ben helemaal vergeten om het schoon te maken of vast te maken. En omdat ik het nog niet geblendeerd heb, is de algenvorming in plaats van. Maar over het algemeen, er wordt waarschijnlijk nog wit uit. Zien er nog wit uit, dus. Deze gaan we even hier aan zetten. Oké. Dus we gaan eerst beginnen met een TDS meten. Wat heb je nodig? Een zaklamp. Ik had er ergens eentje neergelegd, hier. Dus je hebt een zaklamp nodig, want dan kun je heel makkelijk zien van hoe vol de emmer is als je gewoon zo doet. En dat is voor jullie wat duidelijker. Dus ik heb nou een centimeter of 2,5-3 gebruikt, of de plant heeft dat gebruikt. Dus het water en de voedingsstoffen zijn gaan concentreren. En dat betekent als je dus verdamping plaatsvindt, water wordt opgenomen. De voedingsstoffen zitten in een minder verhouding water dan ze eigenlijk hoort te zijn, dus het gaat concentreren. Dus dan ga ik hem aanvullen met gewoon normaal water, gewoon leidingwater. En daarna doe ik een TDS-meting. Ik weet hoeveel de waarde was toen de voedingsstoffen en het water vers was. Dus nu ga ik het aanvullen met normaal water. Dan doe ik nog een keertje een test. En van daaruit kan ik zien hoeveel aan verbruik is geweest. Dus we gaan eerst even water toevoegen. Oké, daar is hij aangevuld door het lijntje, zoals jullie kunnen zien. Misschien ook niet, maar. Het zijn niet de makkelijkste emmers van de wereld die ik heb gekocht. Ja, nou. Zoals je ziet, het is aangevuld op het lijntje, dus dat is goed. Dan heb je iets nodig om te roeren. Nou, ik heb toevallig een spatel, dus. Maar ik kan sowieso wel zeggen dat het water ver op is. Want de meeste mensen die weten hoe rood, of de meeste mensen die hier komen, weten hoe rood mijn hydroponics water is. En het heeft nog wel een rode tint, een amber kleur, whatever. Maar het is erg laag. En TDS-3 meter werkt als volgt. Je krijgt 3 cijfers te zien. Aan de zijkant staat ppm, maar daarboven komt, als er in de duizendste is, staat er keer 10 of whatever. Dus. Dat zien we heel snel. Je zet hem gewoon in het water.
En door, tussen de twee elektrodes zit water. En door de weerstand doet hij uitrekenen hoeveel deeltjes er per miljoen zijn. Dus ja. Oké, we zitten op 1015 deeltjes per miljoen. Dus 105, dus keer 10, dus 1050. Ja, dat is nog steeds goed genoeg, want het mag niet onder de 800 zijn, maar 1000 is redelijk. Dus, nogmaals, als je verse hydrovoeding aan hebt gemaakt, dus je maakt een hele nieuwe emmer met hydrovoeding, dan controleer je hoeveel ppm is, met wat voor meter dan ook. Dan schrijf je het op, en als het water op een gegeven moment gedaald is, dan vul je hem gewoon met leidingwater, en dan controleer je nog een keertje. En tussen die twee punten in weet je hoeveel de plant heeft gebruikt. In mijn geval, ik ben met 1340 begonnen. 1350 begonnen. En ik heb nog maar 1050. Dus ja, ik heb ongeveer 300 heeft hij opgezogen in een paar weken. En dit water is er nu al bijna 3 weken in. Dus en hij hoeft nog steeds niet vervangen te worden waarschijnlijk. Dan gaan we naar pH meten. Ik heb een Milwaukee pH 55 gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben er heel erg blij mee. Dat is professioneel. Hij is bedoeld voor laboratoriums. Als je hem krijgt, dan zitten er 2 sachetjes in met eikvloeistof. Dan doe je het apparaat eik. Dus dan gaan we eerst eiken. Want 4.01 is gewoon niet goed genoeg. Of 4.1 is niet goed. Het moet... Dit apparaat moet geëikt worden. En dat doe je gewoon heel simpel. Je zet hem op. En je drukt op off. En dan druk je hem vast. Dan staat er op een gegeven moment kalk. En dan geeft hij 4.01 aan. En dan zet hem 7.01. Ja. En hij staat in 7.01. En hij is nou op het nemen. En op een gegeven moment gooit hij zich over naar 4.01. En dan moet je hem overzetten naar andere vloeistof. Dus, oké. Dus dan shake hem af en dan zet je hem in de volgende. Dus. En dan gaat hij use. En nou gaat hij opnemen. En dit kan gewoon even duren, maar hij is nou gewoon een eikje. En dat doet hij allemaal automatisch. En nu geeft hij aan 4.0. Nu is hij klaar. Dus als ik nou van de ene naar de andere ga, als ik nou naar 7 zet, gaat hij gelijk naar 7. Dat hoop ik. Ja, hij is nou op 7. Dus deze is nou weer geëikt. Dus dan weet ik alweer. Het is irritant om een ongeëikt apparaat te werken. 1 keer in 2 weken moet je hem gewoon eiken. Zelfs digitaal moet je eiken. Dus. Maar dat water hoef je dus niet weg te gooien. Want hoef je niet continu nieuw water te kopen. En dan gaan we dus even dit water controleren. Ik heb er water bij gedaan. Leidingwater. En er staat een zandlopertje aan de zijkant. Dus hij is nu 5.9. 5.8 zelfs. Maar het is perfect. Dus ik hoef daar geen citroenzuur of wat dan ook in te gooien. Dus dit water is geëikt. Is gecontroleerd. De voedingsstoffen zitten nog net voldoende in. Voor een week. Volgende week zullen we nog een keertje controleren. Dus de plant mag weer terug. Kan hij de tent in onder de... lampen, kan ik weer lekker van zijn zonnetje genieten. Maar nogmaals, je pakt een plant die op hydro staat. Mijn geval, chocolate boula. Je maakt hem open en je gaat controleren hoe de wortels eruit zien. Wortels zien er goed uit, dan leg je de plant aan de kant. En ik doe het meestal zo, het punt van de bladeren de grond of er iets aanraakt en dan leg je hem gewoon netjes neer. Zo beschadig je het minste blad. En ja, je wilt echt gewoon dat het niet echt te veel beschadigt. Lijn
eindje is gezakt. Dus ik ga deze even bijvullen met water. Nogmaals, ik zit normaal gesproken tussen 1250 en 1350, afhankelijk van de dosering. Hier zit 1060 in. 1050 dus. In dezelfde tijd als de andere plant, heeft die plant ook 200-300 deeltjes opgedronken. Als hier 800 zou staan, want er staat keer 10, dus 1050 keer 10, maar als daar 800 zou staan, dan moet dit water vervangen worden. Want dan is het de halve dosering en dan is het water bedoeld eigenlijk om aan je planten te geven in potgrond. Dus gooi dat water ook niet gewoon niet weg, want geef het gewoon je kamerplanten of whatever. Ook deze gaan we even controleren met de pH-meter. Is dat nog hold? pH van 6,3. Dat zie ik wel zien. Water is 20 graden, dus ik wil hem ietsjes omlaag halen. Ja, die chocolate bula. Hij groeit wel ontzettend hard. Alleen ik denk dat het een beetje te grote plant is voor mijn tent. Want als ik de bladeren zie, dat zijn de grootste bladeren die ik tot nu toe heb gehad. Ik zou niet weten wat ik met zo'n grote plant in mijn tent moet. Misschien moet ik hem toch maar toppen tot hij zijn nieuwe set bladeren gaat krijgen. Maar aangezien dat hij nog geen ei voor hem heeft gemaakt als top. Want de top is nog steeds gewoon een punt. Kan ik het nog niet toppen, want dan zou de plant doodgaan. Oké, dus nu 6,0. Dus dan is hij goed. Dan kan de plant terug in de pot. En dan kunnen de planten terug in de tent. Oké, maar zoals jullie zien, de chocolate bula is gecontroleerd. Hij was gewoon een beetje te hoog in de pH. Dus dat zou het probleem wel zijn geweest met het blad. Ik zou hem extra magnesium kunnen geven. Misschien een beetje meer calcium of nitraten. Maar ik ga voor een week aankijken, misschien herstelt het. Maar ik heb verder geen bladprobleem. Dus dit was een kleine update over deze 4-5 planten. Maar, voor de mensen die het interessant vinden hoe de planten groeien. Of vragen hebben. Stel ze op Facebook, Dutch Pepper Lovers heet de groep. Je kunt ze ook bij de reacties plaatsen. Als je het interessant vindt, ja, subscribe, like en deel de filmpjes. Dat is een goede motivatie voor mij om nieuwe filmpjes te maken. Dus ja, tot de volgende keer.